Deze korte instructiefilm is bedoeld voor mensen die diensten aan Sonac Burgum leveren en daarvoor toegang tot het bedrijfsterrein wordt verleend. Sonac is leverancier van betrouwbare en hoogwaardige eiwitten, vetten en mineralen van dierlijke oorsprong. Deze hoogwaardige ingrediënten worden toegepast in petfood, diervoeding, meststoffen en technische applicaties. Gerenommeerde internationale concerns moeten volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de door Sonac geleverde producten. Sonac heeft dit geborgd met de kwaliteitscertificaten ISO 9001, ISO 14001 en GMP+. Parkeer alleen op de aangegeven plekken om het overige verkeer niet onnodig te hinderen. Daarna meldt u zich bij de receptie om u in te laten schrijven. Als de receptie gesloten is, meldt u zich via de intercom naast het hek bij de bewaking. Dit is nodig om bij calamiteiten snel te kunnen achterhalen wie zich, naast Sonac's eigen medewerkers, allemaal op het terrein van Sonac bevinden. Na inschrijving bij de receptie of door de bewaking krijgt u een badge uitgereikt die u zichtbaar moet dragen, zodat onze medewerkers kunnen zien dat u toestemming hebt het terrein te betreden en u bij calamiteiten in veiligheid kunnen brengen. Medewerkers van Sonac kennen de gevaren die zich tijdens de productie voor kunnen doen. Volg daarom altijd aanwijzingen van het personeel op. Vanzelfsprekend hebt u zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in de Arbowet. Het is verboden om het terrein te betreden als u middelen gebruikt die uw reactiesnelheid of juiste besluitvorming kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van Sonac's huisregels. Vraag als u niet bekend bent met onze regels naar de voorschriften, werkinstructies en procedures die voor u van toepassing zijn. Om in te kunnen staan voor de kwaliteit van onze producten dient ook u zich te houden aan de strenge hygiëne-eisen en voorschriften met betrekking tot reiniging en ontsmetting. Het is uw plicht om na werkzaamheden uw werkplek schoon en ordelijk achter te laten. Omdat Sonac grondstoffen voor diervoeding produceert, geldt ook op het buitenterrein een algemeen rookverbod, behalve op de rookplekken die buiten staan aangeduid. Op het Sonac-terrein is voortdurend activiteit van voertuigen en heftrucks met weinig overzicht. Daarom geldt een maximumsnelheid van 10 km per uur. Als u het terrein te voet betreedt, zorg dan dat u voortdurend alert bent. Maak oogcontact en gebruik de aangegeven looproutes. Negeren ervan levert nauwelijks tijd, maar wel onnodig gevaar op. Om geuroverlast te beperken dienen alle deuren gesloten te blijven, tenzij een leidinggevende uitdrukkelijk anders bepaalt. Als het betreden van laagspanningsruimtes voor werk aan elektrische installatie nodig is, laat u zich altijd begeleiden door een voldoende onderricht persoon. Die is op de hoogte van de productieprocessen en weet wat er moet gebeuren als delen van de productie moeten worden onderbroken. Conform de NEN 3140-normering is werk aan deze installatie alleen toegestaan door daartoe opgeleid personeel. Het productieproces bij Sonac Burgum is volledig PLC gestuurd. Apparaten en machines worden op afstand ingeschakeld. Daarom mag u nooit zonder toestemming van de teamleider uw werkzaamheden beginnen. De toestemming is geregeld door uitgifte van werkvergunningen waarin de risico's en de te nemen maatregelen worden vermeld die voor uw werk van toepassing zijn. Voor werk aan procesapparatuur hanteert Sonac ook een lock-and-tag-procedure waaraan u zich dient te houden. Alleen zo kan uw veiligheid worden gewaarborgd en weten mensen in de controlekamer waar en wanneer u werkzaamheden uitvoert. Bij de verwerking van organische producten kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen, die vaak zwaarder zijn dan lucht, waardoor ze lang in een ruimte, kelder, silo, put of ketel achter kunnen blijven. Voor werk in besloten ruimtes is een werkvergunning noodzakelijk en moet niet alleen de apparatuur zijn veiliggesteld middels de lock-and-tag-procedure,
maar is ook het volgende van belang. Altijd H2S, NH3, O2 en CXHI concentratie meten of laten meten. Overtuig u ervan dat alle voorschriften en veiligheidsmaatregelen goed zijn uitgevoerd en worden nageleefd. Ga nooit alleen, maar zorg voor een wacht. Vanwege brand- en explosiegevaar moet u de veiligheid- en beschermingsmaatregelen voor vuurgevaarlijk werk zoals slijpen, lassen en boren in acht nemen en een werkvergunning bij de technische dienst aanvragen. Zorg dat u weet welk brandbaar materiaal aanwezig is, zodat u de juiste maatregelen neemt. Hallo. Hey, goedemiddag. Deze is leeg. Die is leeg? Ja, we hadden een klein brandje in het ketelhuis hiernaast. En dat is opgelost, maar de brandblus is leeg. Als blusapparatuur is gebruikt, meldt u dat onmiddellijk bij de bewaking, zodat die zorg kan dragen voor controle en bijvullen van de gebruikte apparatuur. Nee, nog niet. Alle gewenste en voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangeboden door degene die u uw werkvergunning verstrekt. Beschermingsmiddelen werken effectief als ze goed worden gebruikt. Laat u daarom voorlichten over het gebruik ervan. Hier zit een zuurstofmeter, hier zit ammoniak, hier zit H2S. Door de aard van de grondstoffen die Sonac verwerkt, zijn de vloeren op het terrein glad. Behalve op kantoor stelt Sonac daarom het dragen van veiligheidsschoeisel op het terrein verplicht. En vanwege de hygiëne is ook bedrijfskleding verplicht. Verder draagt u bij hijswerk een veiligheidshelm, gehoorbescherming waar dit is aangegeven, veiligheidsbril bij vuurgevaarlijk werk en werk met gevaarlijke stoffen, gelaatsscherm als gevaar bestaat voor oog- of gezichtsletsel door bijtende, hete of juist koude vloeistoffen. Ondanks uw zorgvuldigheid en de door ons genomen maatregelen kunnen zich altijd onverwacht calamiteiten voordoen. Als u daarop bent voorbereid, kan de schade worden beperkt. Er wordt van u verwacht dat u zich voor aanvang van werkzaamheden op de hoogte stelt van de locaties van nooddouches, oogdouches, brandblusapparatuur en vluchtroutes. Rustig en kalm blijft en paniek probeert te voorkomen. De bewaking waarschuwt met de volgende mededelingen. Wie bent u? Wat is er aan de hand? Waar is de brand of calamiteit? Welke omvang heeft de calamiteit? De instructies van het bedrijfshulpverleningsteam opvolgt, zich bij evacuatie naar de parkeerplaats begeeft. Ik wil even controleren of iedereen aanwezig is voor extern de heer A. Vlaardingenbroek. Intern Pieter Kloosterman. Pieter Jelleman. De aard van de bij Sonac te verwerken grondstoffen verhogen infectiegevaar bij letsel. Laat u daarom bij elk letsel, hoe klein ook, even behandelen bij een van de gediplomeerde bedrijfshulpverleners, welke altijd via de bewaking bereikbaar zijn. Sonac werkt continu aan de verbetering van haar productieproces. Daar hoort ook de veiligheid van u en onze medewerkers bij. Het is daarom belangrijk dat u elk ongeval of bijna ongeval meldt bij een leidinggevende of uw opdrachtgever. Alleen zo kunnen we verbeteringen aanbrengen om het werk op ons bedrijf goed en veilig te kunnen blijven doen.